Volgens mij is hij beneden, mama. Bij Relling. Ik wil hij niet naar boven komen. Ik ga wel met hem praten. Jou maar niet thuis. Nee, hij is er even weg. Zo vroeg, dat is niks voor hem. Dan maak ik mijn ochtend eronder al alleen. Is jou maar al terecht? Hij zit beneden bij Relling. Bij Relling? Daar heeft u niets te zoeken, vrees ik. Zo min als bij u, vrees ik. Is papa bij u? Ja. En dat komt u ons nu pas vertellen? Ik ben een monster. Ik moest eerst het andere monster tot bedaren zien te krijgen. Jammer. Malvik. Daarna heb ik heel diep geslapen. Heeft Jammer iets gezegd? Geen woord. Hij snurkt. Hij slaapt. Laat hem maar slapen. Wat gaat er in Jalmar om? In Jalmar? Nooit gemerkt dat er ooit iets in omging. Op dit keerpunt in zijn leven. Jalmar Ekdal, die wordt geconfronteerd met de waarheid. U noemt dit een leven? Dit blinde bestaan? Dat zijn vader hem ooit voor een groot licht hield? Die man is zelf altijd een rund geweest. En onze lieve Jalmar... met zijn hakken over de sloot zijn eindexamen haalde, beschouwde al zijn vrienden hem meteen als een grote belofte. Daar ging hij zelf ook in geloven. De uitvinding. Hij zag er goed uit. Alle meisjes vielen voor hem. Hij had een stem waarmee je harten kon breken, was gauw ontroerd. Was een meester in het voordragen van andermans verzen en gedachten. Hoe durft u? U durft toch ook? U bedenkt... een waarheidsvordering dringt daarmee opnieuw een huishouden binnen. En natuurlijk zijn de bewoners niet solvent genoeg. U woont hier bij Jalmar Ekdal een huis. Hoe durft u zulke dingen over hem te beweren? Mijn god, ik ben toch een soort dokter. Dan kan ik al die zieken toch niet links laten liggen. Jalmar is ziek? Iedereen is ziek. Helaas. En hoe denkt u Jalmar te genezen? Zoals ik iedereen probeer te genezen, dat hij blijft geloven... in zijn eigen leugens. Eigen leugens? Waarvan u hem zo halfslachtig hebt willen beroven. Dat blijkt een probaat middel. Ik heb het ook bij Molvik toegepast. Hem heb ik een demon aangepraat. Heeft u die dan niet? Wel, nee. Die man heeft helemaal niks. Maar zo heb ik hem gered. De oude Ekdal. Die heeft zijn eigen medicijn gevonden. De luitenant. De luitenant, ja, onze grote berenjager hier op zolder op konijnenjaagd. Sleept er 4, 5 uitgedroogde kerstbomen naartoe en voor hem is dat hetzelfde als dat grote gezonde bos in dat noorden van u. En hij gelooft zo in zijn eigen leugens dat hij niet eens meer terug wil naar dat noorden. Dus vergeet het woord waarheid, er bestaan uitsluitend leugens. En toch geef ik niet op voor ik Jalmar heb gered uit uw klauwen. Dat zou het ergste zijn wat u voor hem kunt doen.